De gemeenteraad van Dronten heeft met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met de verbouwing van het gemeentehuis voor ruim 24 miljoen euro. De vijf oppositiepartijen probeerden de beslissing nog 2 maanden voor zich uit te schuiven. Zij pleiten ervoor om toch nog eens goed te kijken naar goedkopere opties en desnoods nieuwbouw. De regeringspartijen VVD, ChristenUnie en Leefbaar Dronten wilden daar echter niets van weten. Mevrouw Witteveen, voor. De bruidstaart is al besteld. We hebben er zelfs al een voorschotje opgenomen. We hebben er al geld voor betaald. En dan kan je toch niet zeggen, nou die taart jongens, ja nee, daar heb ik geen zin meer in. Mevrouw Stoop, tegen. Ik denk dat beide partijen, beide kanten niet tevreden terugkijken naar deze avond. Dus ik heb er echt een heel vervelend gevoel aan overgehouden. Het wordt er doorheen gejast, hoorde ik mevrouw Stoop net zeggen. Snap je dat, wat ze zegt? In mijn beleving hebben wij nooit gejast. Ik heb ook een paar keer ook nog een handreiking gedaan, jongens. Zullen we? Wanneer gaan we? Ik heb in de schorsing ook geprobeerd mensen te benaderen. Maar er was geen ruimte voor. Ja, dan is het jammer. Jouw conclusie was ook, we willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Hoe kan het dan dat jullie toch zo enorm ver van elkaar afstaan? Ja, dat is ook bizar. Ik begrijp dat ook niet. Hè. Je wil eigenlijk, want dat heb je ook, hebben we ook besloten in november, je wil renoveren. Maar als dan in de loop van de tijd blijkt dat de gegevens die je hebt, dat je die voor jezelf nog niet kunt verantwoorden, goed kunt verantwoorden. En als de inwoners dan ook vragen gaan stellen, dan vind ik het logisch dat je nog beter mag onderzoeken. We hebben vanaf het begin af aan gezegd, jongens, laten we tot elkaar komen. We hebben hele mooie voorbeelden van dat het ook kan. En dan gebeurt het niet, terwijl we er wel open voor staan. Ja, dat, ik snap ook hun teleurstelling, maar nou ja, ik hoop dat jullie ook mijn teleurstelling snappen. Want het is gewoon jammer. Wij vinden het echt heel erg slecht wat er is gebeurd de afgelopen periode. Heeft jullie eigen wethouder eigenlijk dit hele gedoe niet veroorzaakt door niet serieus met scenario's te komen, maar met een voorstel om slechts 3,5 miljoen te bezuinigen, terwijl de raad unaniem gevraagd heeft om substantiële financiële opties? Ja, daar kan ik geen uitspraak over doen. Je kunt toch uitspraak doen over of 3,5 miljoen of dat substantieel is op 24,9? Nee, 3,5 miljoen is een substantieel bedrag. Ik heb het niet in mijn achterzak. Maar natuurlijk is het een percentage van het grote bedrag. Maar ik heb wel vertrouwen in onze wethouder dat hij de juiste keuzes heeft gemaakt. En dat wat er bezuinigd kon worden, dat hij dat als voorstel naar de raad heeft gedaan. Ik vond het een groot bedrag, 25 miljoen. Dus we wilden wat te kiezen hebben. Maar dan niet kiezen zoals het nu voor lag. Hè? Een beetje bezuinigen op duurzaamheid, een beetje besparen op het tapijt. We wilden gewoon weten wat kun je doen voor een luxe variant zoals het nu voor ligt. En bestaat er ook nog een minder luxe variant? Vind jij nog steeds 24,9 miljoen wel besteed geld? Ik kan er nu natuurlijk niet heel erg iets van zeggen, want ik weet nog niet hoe het gaat worden. Ik hoop dat het wel besteed geld wordt. Het is heel onbevredigend hè, dat we zo ver uit elkaar liggen dus. En dat dit voorstel met 2 stemmen meer is aangenomen. Ik hoop dat we straks met z'n allen kunnen genieten van een gaaf gemeentehuis.